Hey, hallo allemaal en welkom terug. Nou, vandaag even een kleine review over een warmtemat. Want de harde realiteit is, voorheen deed ik mijn zaden ontkiemen in een tent onder juiste omstandigheden. Met lampen die, weet ik veel, 26, 30 graden werden. En dat deed ik dus mijn planten in ontkiemen, want het was ideaal. Ik legde dus bovenop de lamp. En binnen een week waren de zaden ontkiemd. Oh boy, wat zijn tijden toch veranderd sinds Oekraïne, Rusland en al die problematische omstandigheden. Dat de prijs van de energie omhoog gekrekt wordt door de maatschappij. Ik dus geen lampen gebruik of tent gebruik. Want nee, het staat er nog steeds niet. En de harde realiteit is, het zal er ook niet komen te staan totdat de prijzen weer genormaliseerd zijn en ik een contract van 10 jaar vastzet. Want op dit moment kun je nog niet eens je laptop aanzetten zonder €2000 extra bij te betalen op jaarbasis. Dus ik moet gewoon op een budgetmethode, of eigenlijk hoef ik dat niet eens, maar ik wil jullie op een budgetmethode toch op de juiste manier zaad laten ontkiemen. En ja, dat kan je met een warmtemat doen en een kleine propagator. Ik gebruik een Granebo warmtemat met een sensor. Dus de proop die steek je in de grond, zoals je daar kunt zien. En de warmtemat die wordt gewoon goed warm. Maar ik kan dus letterlijk instellen op hoeveel graden ik dit wil hebben. En hij gaat omhoog, 1 graden boven de setting. Dus ik heb hem ingesteld op 26 graden. En dat is naar 25,6 of zo. Dus hij gaat tot 27 graden. En daarna schakelt hij gewoon alles uit. En laat hij het afkoelen. En dan gaat hij pas weer verwarmen. Zo bespaar je wat energie. Echter, het is hier ontzettend koud. Dus de warmtemat, ondanks dat hij nou niet aan zijn temperatuur komt waar ik hem in heb gesteld, haal nog steeds een hele mooie temperatuur om zaden te ontkiemen. Want we zitten op de 25 graden. Dus ik kan deze warmtemat gebruiken zonder dat ik bang hoef te zijn tot mijn tent in de fik vlieg. Want nogmaals, dit is een probleem geweest bij de vorige warmtemat die ik getest heb. En die van AliExpress afkwam. Ondanks dat hier wel Made in China op staat. CE keurmerk, wat nog steeds foutief keurmerk is. Deze wordt niet warm, of in ieder geval, hij wordt warm, ik kan mijn hand erop leggen, dus het is niet boven de 40, 50 graden. En het wordt bijgehouden door een doosje met een thermostaat erbij, die gewoon in de grond prikt. En nee, normaal gesproken is het hier niet zo koud, want normaal gesproken heb ik die aanstaan. Maar ik moest de temperatuur laag krijgen om te zien of de warmtemat het bij kan houden ondanks de lagere temperatuur. Want ik weet dat er een hoop mensen gewoon geld proberen te besparen vanwege de energiecrisis. Maar ja, dit werkt gewoon. Dit is gewoon een delta van 7, 8 graden boven ambient. En dat voor 15 tot 20 watt. En mijn kachel is aangezet. Dus ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat deze op 20 staat. Niet lang. Maar ik weet natuurlijk ook dat er een hoop mensen zijn die zich afvragen voor wat is nou de optimale temperatuur om zaad te ontkiemen. En dat hangt een beetje vanaf van het soort zaad dat je kweekt. Met de juiste grondstoffen voor het ontkiemen, zoals KNO3 en weet ik veel wat mensen tegenwoordig erbij toevoegen, is een hogere temperatuur vaker effectiever. En vooral bij lastigere of oudere zaden. Dus dan zou ik zeggen op 30 graden. Maar de meeste soorten ontkiemen al boven de 20, 22 tot 25 graden prima binnen een week. Echter, dat betekent niet dat alle zaden gewoon uitkomen op deze temperatuur. Want nogmaals, leeftijd van de zaden bepaalt een hoop. En vooral bij pepers. Dus ik hoor het vaker en ik zie het vaker dat mensen moeite hebben met het ontkiemen van zaden. En dan beginnen ze te klagen van, ja, ik heb mijn plantjes al 3 dagen in de grond zitten, maar er komt nog niks uit. En bla bla bla. Het kan 6 weken duren. Maar met zoiets kun je gewoon de temperatuur aardig omhoog krikken. En naar een temperatuur komen dat gewoon meer geschikt is voor te ontkiemen. Het leuke van deze mat, hij heeft hier alle plantsoorten op staan. Dus dan staan ook toevallig bij de dagen dat het duurt voor te ontkiemen. Het Geeft ook duidelijk aan of de temperatuur erin zit. Dus het geeft behoorlijk wat informatie. Inclusief de 22 tot 30 graden. Dat is ook best wel grappig. Dus ja, het is gewoon een super handige mat om te gebruiken. Deze mat kost toevallig €35 bij Amazon. En ik zei net, het is geen Ali-mat, maar hoogstwaarschijnlijk komt het wel van AliExpress of Alibaba. Maar het is een degelijkere mat. En er zit een thermokoppel in, dus een thermometer voor als het te hoog gaat met temperatuur. En het voelt gewoon 100 keer beter aan dan de mat die ik voorheen heb gekocht en getest. Die bijna mijn tent in de fik had gezet. En dan was ik bijna home alone geweest met die mat. Maar deze is gewoon, er zit gewoon beveiliging en het werkt gewoon een stuk prettiger. Dus voor de mensen die interesse hebben, ik zal de link van Amazon hieronder ergens neerzetten. En voor een beetje geld en wattages is dit misschien een interessantere optie om zaden te ontkiemen dan dure lamp te gebruiken en tent of wat dan ook. Maar op het moment dat jij dus een propagator hebt met een warmtemat en je zet hem in een kast, dan kun je gewoon een hogere temperatuur bereiken dan gewoon als je het ambient temperatuur gaat gebruiken. Maar ja, zoals je kunt zien, het was net 18 graden. En hij haalt 25,5, 26 graden. Dus dat is bijna 8 graden hoger. Met een goedkoop matje. Het is bij lange niet zo efficiënt als een lamp. Want die genereert veel meer warmte. Maar een lamp heeft ook meer wattages nodig. En ga niet bij AliExpress kijken. Want goedkoop is duurkoop. En je hebt AliExpress garantie. Dus als je huis in de fik vliegt heb je eigenlijk niks om op te staan. Maar buitenom dat. Als je een keertje moet terugsturen. Dan zeggen ze tegen jou van... dat is op jouw kosten, stuur maar terug en dan zoek je het maar uit. Bij Amazon, als de garantie gewoon binnen 2 jaar iets kapot gaat, kun je terugsturen. Want die hebben gewoon hun garantiebeleid. Maar zoals ik al zei, het is gewoon aantrekkelijker met zo'n apparaat zaden te ontkiemen. Want pepers hebben echt wel iets nodig van temperatuur. En zeker met winterdagen om goed uit te komen. En als ze eenmaal uitgekomen zijn, kun je de warmte onder de wortels weghalen. Want anders krijg je van die... directe planten en dat wil je gewoon niet hebben, maar je wilt wel gewoon je ruimte, of in ieder geval de bak waar je je zaden in doet, verwarmen tot en met 25, 26 graden minimaal als het gaat. En het liefst rond de 30 voor optimaal rijk, zeg maar. Binnen 20 minuten heb ik mijn woning verwarmd van 18 naar 20,5 graden. En het zal niet lang duren tot het op 21 graden staat, want de zuurbureau is ingesteld op 22,5 graden. Maar zoiets verwarmt je woning. Net van zo'n Wilma die op Instagram en Facebook en YouTube land gaat zeggen: weet je wat, ik ga daar een gas afsluiten en ik gebruik een pottenkachel. Als je niet oplet, steekt je huis in de fik en het doet geen vlekken, want de potkachel doet nauwelijks verwarmen. En 2 dagen terug zag ik dat ze het gas weer aan had gesloten. Dus voor de mensen die gewoon goedkoper willen zijn, maar niet energie willen betalen aan Essent, Eneco of wat dan ook, koop je een fatsoenlijke Zebro laser of een kouskachel en haal je de petroleum uit het buitenland. Als je een laserkachel gebruikt, ruik je geen geurtjes of wat dan ook, alleen maar het opstarten. Maar dat is gewoon even een kleine tip, want ja, het scheelt aanzienlijk aan kosten. Oh, en het is 21 graden hier. Met nauwelijks gasgebruik. Maar ik ben nu dus een dag verder. Ik heb de temperatuur omhoog gekregen. Door simpelweg een deken eroverheen te leggen. Ik had gisteren natuurlijk instructies gegeven van joh, zet het in een kast of wat dan ook. Dat is sowieso nog altijd een betere optie. En misschien zelfs nog wel efficiënter om in de kast met een deken erop te leggen. Gewoon puur omdat het gewoon meer geïsoleerd is en er niet continu koude wind overheen gaat. Maar zoals je kunt zien, ik heb hem ingesteld op 29 graden. Of 28 graden, hij is naar beneden 29. En hij is uit. Dus hij zakt nu in temperatuur tot en met de temperatuur dat ik ingesteld heb. Of in ieder geval een halve graad eronder. En daarna gaat hij weer aan tot 29 graden. Dus hij haalt makkelijk de 29 graden. Dus wat ik nu ga doen... is hem instellen op 30 graden. Maar als dat werkt, want het is nou wederom weer 17,5, 18 graden hier binnen, dan ja, weten jullie gewoon dat het makkelijk te behalen is met zo'n apparaat. Of in ieder geval met de warmtemaat, propagator en wat doek eroverheen. En dan kun je gewoon goedkoper je zaden ontkiemen. Maar ja, een lamp, een tent en die dingen allemaal, dat heeft natuurlijk een groot impact op hoe je planten kweekt. Maar als je het aan hebt staan om planten te kweken, dan zou ik inderdaad een lamp zelf gebruiken om ja, je zaad te ontkiemen. Heb je je tent niet aan staan, heb je geen lamp in een tent of wat dan ook, of energiebesparende methodes, dan zou ik gewoon een warmtemat kopen en daarmee je zaden ontkiemen. Want het scheelt je ontzettend veel gedoe. Het grote gekeutel van tegenwoordig met zaden is sowieso dat mensen ongeduldig zijn, geen tijd hebben. Het moet binnen 2 dagen ontkiemen, want Essent kan dat ook. Maar ja, de helft van de shit die ik gebruik of doe, of wat automatisme is overigens voor het grootste gedeelte, doe ik niet filmen. Dus er zijn ontzettend veel dingen die ik oversla, die ik niet eens besef in een video, dat soms een voordeel heeft met dingen te ontkiemen of met planten op te kweken of wat dan ook. Dus, maar dit is een ding wat serieus invloed heeft op het ontkiemen van planten of ontkiemen van zaden, eerlijk gezegd. Dus ja, gewoon simpel. Een warmtematje van een paar euro. Ja, beter gezegd, ik zou geen warmtemat kopen van een paar euro. Ik zou een fatsoenlijke warmtemat kopen met een thermometer, waar een thermokoppel aan vastgezet, dat je gewoon letterlijk in de grond kunt steken en de grondtemperatuur kunt gebruiken als temperatuur. 17, 18 graden, dus echt niet heel erg warmer. En het is nu 30,4 graden, dus het is makkelijk te verwarmen en op temperatuur te krijgen door gewoon simpele dingetjes te veranderen. Want nogmaals, gisteravond kreeg ik het niet boven de 25 graden, maar gewoon door een deken overheen te leggen kun je de temperatuur aardig verhogen naar een niveau wat gewoon interessanter is voor zaden te ontkiemen.